rustige, voorzichtige openingsfase in Amsterdam. Maar Ajax de bal rondschuift en Groningen afwacht. Younes. Dat is een aardige bal. El Ghazi. El Ghazi, daar komt Klaassen, daar komt Milik. En de redding van Pat is uitstekend. Dit is de eerste echte serieuze kans van de wedstrijd in de 18e minuut. Voor de Poolse spits van Ajax. Bazour. Bazour. Geschept door Drost. Vrij schop Ajax. Dat is een interessante positie. Maduro, de man niet overtreding maakt. Goedelje. En 1-0. Perfect in het hoekje getrapt door Goedelje. Dus dan komt Ajax halverwege de eerste helft op voorsprong. Het is een derde. Het is gewoon een hele goede trap. Het is een zwakke bal van Riedewald. Zo in de voeten van Linssen. Hoessen niet. Drost wel. En Drost kan uithalen. Testa Resilice. De eerste kans voor FC Groningen. Een fout in de opbouw natuurlijk van Riedewald. Hij kan het oplossen. Drost. Nu ligt er heel veel ruimte voor Groningen. Voor Hoessen met name. Kan in de diepte worden aangespeeld. Deed er heel snel in de achtervolging. Dan kan het alsnog. Maar de twijfel bij Hoessnak. Loste Riedewald het op voor Ajax. Hoessnak, dat is een linkerbal. Daar zit Younes tussen en dan kan het naar Milik. Die ligt op snelheid. Younes, Klaassen kan ook. Krijgt er net iets achter zich gespeeld. El Ghazi. El Ghazi naar zijn rechter. Niet zijn hand, zegt Liesveld. Staat daar 5 meter vandaan. Wel of niet een overtreding? Ik denk het niet. Want El Ghazi laat zijn been hangen. Meer dan dat Burnett hem uitsteekt. Klaas gaat daar stevig in. Een duel met Maduro. Maar wint wel de bal voor Ajax. Hier is Younes. Gaat het proberen. En dat is een heel aardig schot. Van Amin Younes. Goedelje naar Bazour. Beetje ruimte voor Ajax. Maar Klaassen wil hebben aan de rechterkant. Dat is een goede bal ook, zeg van Bazour. Klaassen, mooie controle. Prachtige omschakeling van de Amsterdammers. Hoofdrol Bazour. Is een paas op maat. De aanname van Klaassen ook prima. Daarna een krappe hoek. Younes, Klaassen. Dat is goed gedaan in eerste instantie door Younes. Hier komt Milik, heeft hem voor zijn linker. En dan is het vaak raak, maar nu niet. Dit is zwak gespeeld, zo in de voeten bij Milik. Klaassen komt er alweer aan, gedenderd. Milik heeft het gezien, krijgt de bal niet. Kan dan het zelf doen. En voorlangs, derde grote kans van de tweede helft. Krijgt de bal wat gelukkig mee daar, Milik, tot 2 keer toe. Dan schiet hij hem echt centimeters langs de paal. Ajax is heel gretig uit de kleedkamer gekomen. Bazour, Milik, op links komt Younes. Oh, hij ziet het niet. Hij ziet het niet en krijgt het duel te horen natuurlijk van zijn ploeggenoot Milik. Milik. El Ghazi. El Ghazi tussen 2 man door. Daar komt nummer 3. El Ghazi met een stiftje. Dat is een mooie individuele actie. Klaassen dan nog. Younes. Milik glijdt weg. En komt niet tot een schot. Ja, Ajax weigert eigenlijk de 2-0 te maken. Dat is toch het verhaal van de openingsfase van de tweede helft. Oeh, Sillissen. Teuzelde wat. Hoessnak, ja, die heeft die traptechniek natuurlijk wel om het zo op te lossen. Hij staat zich toch zorgen te maken, druk te maken, ook de boer. Het duurt hem allemaal te lang voordat de wisselspelers zich melden.
Schöne en Serrero gaan zo komen bij Ajax. Ajax dat Fischer aan de bal heeft aan de linkerkant. Fischer is er langs. Fischer. Oh, wat een mooie goal. Prachtige treffer van Fischer. De situatie waar hij twee man voor zich heeft, weet hij daar binnendoor te glippen. En dan met een heerlijk stiftje over pad. Beslist. Want daar mag je toch wel van uitgaan. Fischer deze partij tegen FC Groningen. De tevredenheid straalt er vanaf bij Sillissen, die eigenlijk bijna niets te doen heeft gehad. Eén keer moest hij handelend optreden. En Ajax is nu 7 thuiswedstrijden in de competitie op rij zonder tegentreffer. Dat is een evenaring van het record van 1987 en 1997.